we zijn in landhuis Oud-Amelisweerd, te Bunnik. Ja, dit voelt als de achtertuin van Utrecht. Ik woon zelf in de binnenstad Vierhoog. En volgens mij in coronatijd gaat iedereen hier wandelen. En er staat hier gewoon een prachtig huis met prachtig behang. En daar mag ik voor zorgen. Zodra mensen hier op het landgoed komen, dan kom je eigenlijk een oase van rust betreden. En dat, dat is gewoon heel erg fijn. Dus het is jong, oud, mensen zwemmen hier, kopje koffie, wandelen. En ik zou ze graag willen uitnodigen om het huis te bezoeken. Ja, ik open dus elke ochtend 23 luiken. Handmatig. Met beleid. Maar alles werkt nog, dus... Lodewijk Napoleon heeft 2 jaar dit huis in bezit gehad. Dat was de koning van Nederland. 2 jaar in bezit gehad, maar hij heeft er maar 6 dagen gewoond. En dat is ook de reden waarom we op de Koningslaan zijn. Dit stuk is nog uit de tijd van Lodewijk Napoleon. Dat is een beetje vreemd in deze handgemaakt geschilderde behangsels. En Napoleon hield heel erg van die kleur turquoise. Dit zijn eigenlijk allemaal stempeltjes, al die bloemetjes. En als je heel goed kijkt, dan zie je hier op de grond dat de vloer ook die kleur heeft gehad. Dus je moet je voorstellen dat deze hele vloer misschien ook wel turquoise is geweest. Dus wat een uitbundigheid. Ik ben heel erg blij dat het landhuis een publieke functie heeft. Aan mij de taak om verschillende partijen uit de stad, uit Utrecht provincie, betrokken te houden bij dit pand. En dan werk ik samen met het Centraal Museum, met Hogeschool voor de Kunsten, maar ook met de universiteit en met individuele makers die hier in residentie komen. Die komen fotograferen, komen filmen, zodat dit echt een plek is waar iedereen kan presenteren, maar ook kan komen creëren. De behangkamers zijn natuurlijk de moeite waard om te bezoeken. Als je beseft dat die al 250 jaar in dit huis aanwezig zijn. Ja, dit is mijn lievelingskamer. Ik denk van velen. De vogeltjeskamer. Dit is een behang waar we echt heel erg zuinig op zijn. Het mooie aan deze kamer is dat je kan allemaal... Het is eigenlijk een puzzel. Dit behang is in China gemaakt. In Canton, in de werkateliers. En de struiken, de bloemen, de bomen staan allemaal symbool voor eeuwige schoonheid, vele nakomelingen, een goed huwelijk. In de wintermaanden zijn we even dicht, want het is hier hartstikke koud. We kunnen het hier niet verwarmen, want anders krult het behang van de muren af. Misschien is het nog wel leuker om dit verhaal daar te vertellen, want dan kun je op die neuzen inzoomen. Kijken of ik een goede voor je kan vinden. Oh ja, als je naar de neuzen kijkt, dan zie je dat de neuzen eigenlijk ontzettend groot zijn. En dat zijn geen Chinese neuzen, maar dat is echt om het westerse klant zich daarin herkent. Dus als je goed van dichtbij kijkt, dan zie je eigenlijk dat die hertekend zijn. Dat zijn van die details die ik heel leuk vind om te vinden. En er zijn allerlei dieren te herkennen. Sommige dieren, daar zie je de honden in of de vossen. En soms zijn er ook fantasiedieren. Ik vind dit bijvoorbeeld een heel fascinerend dier. Ik kan nog steeds niet herleiden wat dit nou is. En zodra je hier binnenstapt, word je ook geprikkeld om even in een andere tijd te stappen. En dat je, ja, het is eigenlijk bijna een tijdmachine. Je gaat een paar honderd jaar terug en je denkt, hoe leefden de mensen, de boerderijen, de moestuin. Alles stond in dienst van zo'n huis, van zo'n familie. Dat kun je nu bijna niet meer voorstellen. En dit is de fazantenkamer. Dus dit is geen papierbehang, maar dit is olieverf op linnen. Dit is wel speciaal voor deze kamer gemaakt, want dat zie je ook echt met die 3 stukken die perfect passen in deze ruimte. Nou gaat er nog een verhaal. Ik weet niet of dat helemaal waar is, maar in de laatste bewoningsperiode van mevrouw De Wijs had zij hier haar keuken en in die volgende ruimte had ze haar woonkamer. Dat kwam omdat ze natuurlijk niet dat hele huis in haar eentje kon bewonen en ook niet kon verwarmen. Dus het was fijn natuurlijk om in een kleine kamer te verblijven. En zij had hier haar keuken. En het verhaal gaat, nogmaals, ik weet niet of het waar is, dat ze een keer vlam in de pan had en dat toen de kalkoen weggebrand is. Dus ook dat stuk in die renovatie hebben ze ervoor gekozen om niet dat weer opnieuw in te vullen, maar om dat een toon te geven en ook dat verhaal nog zichtbaar te laten.
Als je hier kijkt, zie je heel duidelijk dat hier een stuk teruggeplaatst is. Misschien was dit Van Amerongen met zijn familie die uit de binnenstad naar het landhuis vertrok. Ja, dat weet je niet. Maar hier is ook een stuk opnieuw ingeplakt. Waarom? Weet je, ja, je ziet wel het verschil. Misschien waren hier naakte dames aan het badderen en moest dat in de tijd van de fraters moest dat toch plaatsmaken. Maar wat ook leuk is dat we op de eerste verdieping Centraal Museum te gast hebben. En daar presenteren we werk van Nederlandse kunstenaars. En ik denk dat het een heel bijzondere combinatie is. Die historische buitenplaats en die mooie oude kamers met dat heel hedendaagse werk. Wij hebben de eerste etage van het landhuis geheel tot onze beschikking. Dus dat is een heel mooi iets dat we daar echt de vrije hand mogen hebben. En dat we hier echt een artist-driven presentatie mogen bieden. Oh, dit is leuk. Hier heeft zij, je kan echt achter het werk kijken. Dus hier zie je ook de... Ja, grappig. Connected isolation. Ik vind het wel echt prachtig hoe die kleuren ook resoneren met het huis. Ja. Alsof het hier echt voor gemaakt is. Ja. En dat het zo de ruimte inkomt. Ja. Nee, het past hier echt super mooi. Ik hoop dat Utrechters het huis bezoeken en geïnspireerd raken en het gevoel hebben dat ze hier altijd binnen kunnen stappen en altijd iets nieuws kunnen zien. Nieuwe kunstenaar, workshops, muziek. Het landgoed wordt natuurlijk al langer bedreigd door een uitbreiding van de snelweg en door de nieuwe tijd. En het is heel makkelijk natuurlijk om alles in te krimpen en efficiënter te maken en winstgevender en sneller. Maar ik denk dat we heel veel verliezen als we daaraan voorbij gaan. En dat het juist heel mooi is om met z'n allen hiervoor te zorgen.